Vandaag bezoek ik samen met Luc een verlaten huis van een hele oude vrouw. En deze vrouw had een obsessie op het gebied van schoonmaken. Helaas is deze vrouw een aantal jaar geleden overleden. Maar haar zus woont achter het huis en houdt het huis nog goed in de gaten. Wij zijn benieuwd wat het verhaal achter dit huis is en besluiten op ontdekking uit te gaan. Aan deze kant staan in de tuin al wat schuurtjes. Zie je? Zullen we het huis bekijken? Is goed. Benieuwd of hier het huis in komt? Een auto. Hallo auto. En geen ingang naar het huis. Een hele mooie auto. Hey, de sleutel ligt erin. Zie je? En papieren. Van wanneer zijn die papieren? Dachten we dat het ons geluk was op een hele makkelijke manier binnen te komen? Is dit alleen de garage waar ook de auto staat? Dus we moeten nu een nieuwe ingang gaan zoeken. Blik it the worst way. Blik het the worst way. Ik snap hem. Twee grappen in één. Dit is geen ingang, dus we moeten even verder zoeken. Waar gaat die ladder heen? Even kijken. Misschien dat we via die weg het huis in kunnen. Zal ik je eens grappig vertellen? Dat dit de ingang naar het huis is? Mijn lamp valt uit. Oh, je lamp valt uit. Hoi. Hoi. Zou ik toch echt even met je hooi dat er iemand zat? Nee, grapje. Ligt hier hooi. Oh, licht hooi. En er zijn 1, 2, 3 ladders. Ik denk ja. Nou, ik denk dat de kant op. Ik hoop dat de deur open is. Ik heb geen zin in het raam. Dit is redelijk professorisch dichtgemaakt natuurlijk. Heel professioneel dichtgemaakt. Een bezem tegen aangezet. En een draadje. Tot zover de beveiliging van het huis. Een spijker daar in de muur. Een spijker hier in de muur met een plug erin. Oh jongens, oh jongens. Je hebt ook van die oude zeep daar, zie je? Ja. En een kalender. Wat staat er op de kalender? 2008. 2008. November, december 2008. En dat Sunlight is hele oude zeep waar vroeger je handmatig je kleding mee kon wassen. En daarnaast nog allemaal verschillende wasmiddelen voor de wasmachine die hier staat. Hier een oude wasmachine waar geen deksel op zit, maar je was hier in rondrijden. En natuurlijk weer de medicijnen, de druppels die in elk oud huis staan. Nog twee pakken. Deze pakken, kijk, zitten vol met oud wasmiddel. En nog een hele goeie om te kijken hoe oud dit is en wanneer het verlaten is. Want deze was goed tot 13/03/2015. En ook een kalender van het jaar 1998. Nog veel meer medicijnen en potjes. Een kalender van? 1976. Oh, ik heb deze kamer nog helemaal niet gezien. Dat houdt dus in dat ze hier veel langer geleefd hebben dan hier in deze ruimte. Ja. En nog een gedekte tafel waar helaas het laatste avondmaal niet op gegeten werd. In eerste instantie denk je ook, dit is wel een beetje een apart bankje. Maar voor de rest normaal. Maar als je van dichtbij kijkt, zie je dat die helemaal gevuld is met hooi. Ik zal nou je grappen. Welke? Van die bank? Ja, van het laatste avondmaal. Hoezo? Ja, dat was toch gewoon het laatste avondmaal, omdat hier dingen... Daar, schilderij laatste avondmaal. Dit is wel echt heel toevallig. Ik had het over het laatste avondmaal. Hier in de hoek het schilderij van het laatste avondmaal. Jezus, wat een slechte grap. En die staat weer op het schilderij ernaast. Ja. Nee, dat is Jezus niet. Zet Jezus toch vast? Oh, daar zo, ja. Nee, ik dacht dat je dacht dat dit Jezus was. Je hebt nu twee grappen gemaakt. Die van het avondmaal en die van Jezus. Moet ik er eentje inleveren? Maar we moeten uitkijken dat we niet te melig worden. En aan de kapstok hier hangt dan een mooie groene broek. Deze. Met daarbij een jas. De broek en de jas van de eigenaar. Hadden ze een tafel hier, en dat vind ik ook heel raar. Ze hebben ook een eettafel daar. Ja, eten. Ook een eettafel hier. Dus je hebt een eettafel daar, een eettafel hier en een eettafel daarachter. Een foto van een hond. Een foto van een landschap en dat ze met de paarden waren. Is het een foto of een kaart? Oh, een kaart. Ik ben wel benieuwd, hè? Deze dingen die ken je, hè? Ja. Maar hoe noem jij die dingen? Wat een staafjes. Echt? Ja, ik noem ze dus oorstokjes. Wat een stokjes? Ik ben benieuwd hoe jij deze noemt. Wattenstaafjes. Oorstokjes. Noem je ze oorstokjes of wattenstaafjes? Laat het even hier beneden weten. Team Luc, Team Mark. En als je ze niet gebruikt voor je oren, waar gebruik je ze dan voor? Laat het ook beneden weten in de reacties. En na deze twee eettafelkamers gehad te hebben, hebben we aan deze kant er ook nog eentje.
waar over het algemeen niet gegeten, maar genaaid werd. En een mooie koekentrommel. En een familiefoto. Dit is die familiefoto waar ze met z'n allen bij de kerk stonden. Hé, van die hoeden. Ik ben benieuwd of die mij staan. Er hangen hier al jaren van deze hoeden. En ik ben benieuwd hoe zo'n boerenhoed mij staat. Ze gaan mijn pet afzetten. Die zit dan natuurlijk aan de achterkant. En ik ga zo'n hoed opzetten. Ik ben echt benieuwd hoe die staat. Is lekker smerig ook, maar ik ga het gewoon doen. Dit ben ik dan, met zo'n hoedending op. Ben jij een Fransman? Je m'appelle Marie. Wat doet de spinnenweb aan jouw hoed? Dat is kunst, meneer. Oké, dat is zo. In Frankrijk is dat zo? Dit is een Frans-Duitse hoed. Daarom spreek ik ook een beetje Duits. Moet je hem staan? Ja, mooi man. Leuk, doe je anders die andere is op. Met deze hoedjes op lijken we wel een beetje Peppy en Kokkie. En dan ben ik Peppy. Toet toet, boing boing, Peppy en Kokkie. Kokkie en Peppy bezoeken een huis. Vinden een hoedje, dat staat ze goed, hè. Vinden een koelkast, dan weer naar huis. Ging er nou echt zo in één keer? Dit ging in één keer goed. Hoe kan dit? Lekker man. Maar dit, het wel een hoedje hebben en veel koelkasten doen, maar het was echt precies hetzelfde. Vet hè? Ik denk dat we echt vaker moeten zingen. Dit was echt super vet. Hey. Ik denk dat we echt een zangcarrière moeten doen. En dan ook samen, omdat we precies met dezelfde tekst komen. Ik denk dat mensen eerder een hele doos vol met van die oorstaafjes in een oor stoppen. Dan als ze ons gaan luisteren, liedjes zingen. Maar dat... We horen nog eens Nick en Simon. Ja, die zijn ook uit elkaar. Dat zou ik zeggen. Nou, bedankt. Dan wordt het een beetje dit. Een stopcontact? Nee, stopcontact. Ah. Ik weet nou niet of hier ook laatst een man of een vrouw heeft gewoond. Buiten dat die schoen bij die hoort. Die schoen weer bij die hoort en die schoen weer daar hoort. Dat is ongeveer hoe mijn schoenenkast ook uitziet, dus ik denk een man. Even boven kijken. Zullen we eens die kamer doen? Steeds. Er liggen ook weer van die blokken met schoonmaakspul. En een raam. Zo, nog meer sunlight. Kijk hier. En er is ook zo'n blok uit. Ik heb nog nooit zo'n blok in het echt gezien. Maar wat hebben ze veel wasmiddel. Hier dan ook sunlight. Zitten nog vol. Losse blokken hier. Maar ik heb eindelijk een uitgepakt blok. Dat is deze. Oh, ik heb het gelijk al aan mijn vingers zitten. Maar dit is de sunlight zeep. En als ik dan aan mijn vingers ruik... dan ruik ik die zeep. Echt een hele aparte geur. Een beetje gewoon normale zeep en wasmiddel gemengd. En dit is het eerste bed waar het dak helaas door lekkage al een beetje naar beneden is gekomen. En een wekker die is gestopt om 2:33 in de nacht. Nog een slaapkamer. En dit is inderdaad van een man geweest. En inderdaad sliep hier nog één iemand. En die had geen onderlaken meer. Maar die sliep op dit dekentje. Met het... Oh, dat is gewoon een gordijn. Of een schort. Zie, daar heb je de schort en daar sliep hij dus onder. Echt super sneu. En ook op oude leeftijd, want je ziet daar een poststoel. En dan zijn pak dat hij aan wilde trekken op het moment dat hij helaas is overleden. Kasten vol met kleding. Mm. Wat is dat? Is een kruis of zo? Dat is een klerenhanger. Een klerenhanger, wat een klerenhanger. Nog een kamer hier. Wat is das? Wat is das? Is, dit Duits, is die man Duits geweest? Wat is das? Wat? Wat doe je? Was is das? Waar? Zo! Das is was. Wat is dit? Dit is echt niet normaal. Dit is wit. Hè? Wit, dat kan niet. Ja, dat zie ik inderdaad staan, maar... Hoe? Hè? Nee. En dan te bedenken dat alle ruimtes helemaal vol liggen met dat sunlight en andere wasmiddelen. Beneden ook nog bij de wasmachine en dan hier zoveel. Maar weet je, daarom konden we beneden ook het allemaal veel beter zien. Omdat het schoon was? Nee, vanwege de sunlight. Die had ik echt niet door. Dit is alle wasmiddel die hier heeft staan. Allemaal verschillende merken, ook Biotex daar nog. En dan alles wat we in die andere kamers nog hebben gezien. Ben je zo onwijs oud in je eentje en heb je zo onwijs veel... Hm? Ik dacht dat ik wat zag. Maar heb je zo onwijs veel wasmiddel? Ik had een beetje een idee dat er iets uit mijn nek kwam of zo, maar ik kan het zelf natuurlijk niet zien. Oh. Heb je het ook iets gezien of niet? Nee. Oh, nee, dat zal het niet zijn. Ik zag zo'n schim hier boven mijn hoofd. Of die man die was zelf ook behoorlijk stevig, dat zou kunnen. Hé, er ligt nog wel een of andere rok te drogen. En, je raadt het nooit, hier zo. Zo, morgen, kijk dit dan. Nog meer pakken hier.
dozen vol met deze pakken. Luc, je gaat het niet geloven. Moet je hieronder kijken. Kijk dit dan. Ook niet zo. En dat is niet alles, hè? Hier bij de stoel heeft hij nog veel meer liggen. Ik identificeer me nu als een oude vrouw. En die oude vrouw, die is aan de lijn. We hebben genoeg gezien hier. Ja. Ga maar terug je hok in. Zo, dat loopt nog even lekker door. Dus hier woon jij normaal tussen het opnemen van verlaten locaties? Dat klopt. Nou. En als ik dan wakker ben, kom ik uit mijn hok. Dan ga ik overal waar ik kan schoonmaakmiddelen verzamelen. En die zorgt ervoor dat die hier in het huis lekker ruikt. Zodat het lekker blijft ruiken. Want, wees eens eerlijk, we zijn bij meer stinkende locaties geweest dan dit. Dit ruikt best wel prima. Luc, hebben we alles gezien? Ik denk het wel. Dan was het hem. Dat was een goede grap. Daarachter heb je nog verschillende kassen. Hier heb je nog lege schuren. Daarachter heb je nog een schuur. Het lijkt wel met een zwembad. En hier heb je een schuur met wasmiddel erin. De wasmiddel die we dus binnen hebben gezien is niet alles. Want hier staat het ook nog vol met volle potten wasmiddel. Natuurlijk maken we de deur ook weer netjes dicht zoals dat we het aantroffen. En laten de deur niet openstaan, want er komt heel veel vocht binnen. En hier is een boom gekomen en moet je kijken, die is zo hoog en staat voor de garage van deze man. Dus moet je nagaan hoe lang dit dan al verlaten is. Zo, dit was de video. Vond je het nou vet? Hier beneden kun je abonneren. Like deze video en ik check jullie volgende week. Laters!